Vandaag speel ik Minecraft, alleen ik krijg wat ik teken. En dat komt er heel goed uit, want zoals je ziet heb ik nog helemaal geen spullen. En ik moet deze drie challenges voltooien. Vind diamonds, spring van max hoogte en versla de Ender Dragon. Ik moet ze alle drie voltooien en ik denk dat ik ga beginnen met vind diamonds. En daarvoor heb ik natuurlijk wel wat dingetjes nodig. Want wie heeft mij gezegd dat ik niet gewoon een diamond pickaxe mag maken? Dus laten we beginnen met een diamond pickaxe. Ik heb de kleur bruin nodig voor natuurlijk de stok. Eens even kijken. Zo. En die vullen we dan uiteindelijk met de kleur bruin. En het is misschien niet een hele mooie pickaxe, maar het gaat om het idee, oké? Kijk, hoppakee, we pakken... Dit is denk ik wel een beetje een diamond kleur. En dan de pickaxe. Ik ga gewoon eerst de vorm maken op deze manier. Hoppakee, ja! En die gaan we ook blauw maken van binnen. En dan hebben we hier een diamond pickaxe. En dan als het goed is, als ik nu naar mijn inventory ga... Oh mijn god, ik heb gewoon een diamond pickaxe. Alleen, heb ik niet wat armor nodig? Weet je wat? Ik denk dat ik eerst maar gewoon even een cave ga vinden. Zodat ik een goede plek heb om daadwerkelijk ook naar beneden te gaan. We hebben hier al wat lava. Eens eventjes kijken. Ik heb echt geen flauw idee waar ik een cave kan vinden. Ik denk dat ik maar gewoon even ga lopen. En misschien kan ik ook gaan stripminen. Alleen dat is natuurlijk best wel saai om te doen. Maar gelukkig is dat niet nodig. Want ik heb namelijk een cave gevonden. Alleen, oh mijn god. Deze cave is en heel groot. En heel erg donker. Oké, hoe ga ik hier naar beneden komen? Eigenlijk heb ik een bucket of water nodig. Dus laat ik die maar even gaan tekenen. En omdat het zo donker is, heb ik ook wat torches nodig. Dus laat ik maar beginnen met de waterbucket. Eens eventjes kijken. Hier hebben we dan een mooie bucket. Hoppakee. En dan hier nog een heel klein randje. En dan hier uiteindelijk de hendel van de bucket. En dan, dit moet grijs natuurlijk. De binnenkant moet blauw, want ik wil een bucket met water erin. En dan heb ik natuurlijk nog een torch nodig. Daarvoor hebben we de kleur bruin nodig. Kijk eens aan. Zo, maken we gewoon een stokje. En dan moeten we daarop vuur maken. Dus eerst eventjes inkleuren. Hoppakee. En dan vervolgens pakken we even fel oranje erbij. En dan maken we hier een soort van vuur iets. Hoppakee. Oké, die gaan we even inkleuren. En ik vind dat de torch wel wat mooier kan. Dus we pakken ook nog even de kleur geel erbij. En dan gaan we ook nog even de binnenkant doen op deze manier. Hoppakee. Oké, ik denk dat de torch best wel is gelukt. En de bucket ook. En dat betekent dat ik... Eens even kijken. Ja, de torches en de bucket heb. De bucket, die zet ik even hier neer. En dan kan ik gewoon heel veilig naar beneden. En de torches, die ga ik uiteraard gewoon gebruiken om me heen te kunnen kijken. Want ik wil wel weten waar de diamonds zijn. Kijk dan hoe stijl het hier is. Ik heb eigenlijk nog een waterbucket nodig. Maar ik doe het wel op deze manier. Oh mijn god. Trouwens, ik heb helemaal geen eten. En ik ga nu al zowat bijna dood. Dus ik denk dat het even tijd is om het eten te maken. En aangezien ik dan toch bezig ben... ik denk dat het ook wel slim is om wat armor te maken. Want ik zie daar beneden bijvoorbeeld al een skeleton. Oké, laat ik maar beginnen met de netherite armor. Want ik wil natuurlijk netherite. Dus we beginnen hier met een schoen. En dan de andere schoen erbij. En dan uiteraard moet ik die ook eventjes inkleuren. En dan een helmpje. Nou, dat is letterlijk gewoon een blokje met hier nog een soort van gaatje. Nou, kijk eens aan. Daar hebben we een netherite helmpje erbij. Een chestplate heb ik ook wel even nodig. En die is ook heel makkelijk. Kijk, zo. Hoppakee. En dan tekenen we meteen daaronder de broek. En die is natuurlijk ook heel makkelijk. Zo. Oké, we hebben een broek en we hebben een chestplate. Allemaal van netherite. Het is misschien niet heel mooi, maar het lijkt er in ieder geval wel een beetje op, oké? En dan ben ik heel benieuwd of ik het goed genoeg heb getekend dat Minecraft het snapt en... Oh mijn god, netherite leggings, netherite chestplate, een boots en een helm. Oké, weet je wat? Ik heb dat zwaard niet eens meer nodig. Ik denk dat ik nu gewoon keihard naar beneden ga en dan ga ik gewoon zoeken naar diamonds, denk ik. Welk niveau zit ik? Ik zit op niveau 19, dus hier kan ik diamonds vinden. En hier is een skeleton. Oké, skeleton. Ik heb netherite chestplate, dus doei! Ga jij eens eventjes dood. En trouwens, ik besef me nu pas, ik wou helemaal geen zwaard tekenen, maar eten. En dat heb ik op zich nog steeds wel nodig. Dus ik denk dat het tijd is dat ik even wat eten ga tekenen. Alleen, wat voor eten ga ik tekenen? Natuurlijk pakken wij denk ik even goud erbij. Want ik denk dat het wel slim is dat ik een golden apple teken.
Zo. En dan moet er uiteraard ook nog even een steeltje opkomen. Kijk, zo, hoppakee. Alleen, een golden apple. Oké, keer 64. Nu heb ik een hele stack. Alleen, ik wil eigenlijk enchanted golden apples. Alleen, hoe ga ik die maken? Wat nou als ik dit doe? Zo, gewoon een beetje paars eroverheen. Hoppakee, enchanted. En hopelijk werkt het. Oké, ik zit weer in Minecraft en... Oh, enchanted golden apples. Ik heb er in ieder geval genoeg om straks de Ender Dragon te verslaan. Dus die gaan we alvast eten. Alleen, nu wil ik dus wat diamonds. Ik wil die diamonds heel snel vinden, want ik wil eigenlijk gewoon weer door. Wat? Hier naast mij zijn gewoon diamonds. Oké, dankjewel. En challenge 1 is voltooid. Vind diamonds. Voor challenge 2 moet ik naar max hoogte. Oké, hoe ga ik dit doen? Ik heb natuurlijk eerst iets nodig om heel hoog te kunnen komen. En dat zijn heel veel blokken om daadwerkelijk zo hoog te komen. Dus wat voor blokken zijn handig? Weet je wat? Ik ga voor diamond blokken. Waarom niet? Ik kan toch alles tekenen. Oké, dan pakken wij natuurlijk de kleur van diamonds erbij. En dan moet ik een blok gaan tekenen. Alleen, hoe ga ik dit goed doen? Ik begin met een iets donkerdere blauw. En dan doe ik eerst de randjes. Kijk, zo... Zo, dit is het begin van het blokje. En ik wil het natuurlijk wel een beetje goed doen, hè. Dus we gaan hier naar beneden en dan doen we dit. Zo, en dan dit met elkaar connecten. Oké, we hebben hier het begin van het blokje. En dan pakken we nu een iets fellere blauw. En dan gaan we de binnenkant inkleuren. En dan hebben we een diamond blok. Alleen aan één diamond blok heb ik natuurlijk niet genoeg. Dus ik wil er zo en dan... keer 64. En wat ik dan doe, dan kopieer ik dit gewoon. En hoppakee. En zo. En dan doe ik het nog een keer. Hoppakee. Als het goed is, heb ik nu in totaal 3 stack diamond blocks. Oké, we gaan even kijken. En strip the warper. Oké. Ik heb dus blijkbaar de diamond blocks niet goed getekend. Maar maakt niet uit. Weet je wat? Ik teken later wel gewoon heel goed een diamond. Wat ik nu gewoon even moet doen, is zo hoog mogelijk zien te komen. En dan moet ik dus naar beneden zien te springen. En dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel diamond blokken ik eigenlijk in totaal nodig moest hebben. Oké, de eerste stack is er doorheen. En nu ga ik beginnen aan de tweede stack. Ik zit al best hoog. Alleen ik denk dat ik echt nog veel hoger kan. En de tweede stack die is er ook al echt bijna doorheen. Oh mijn god. Oké, dat is de tweede stack. En ik ben gewoon op dit moment begonnen aan de derde stack. En oh mijn god. Kijk dan hoe klein de wereld op dit moment is. En dat begint ook donker te worden. Ik heb niet heel veel zin in zombies. Dus ik ga even wat proberen. Het moet natuurlijk Minecraft zijn. Dus ik maak even een vierkantje. Zo, die kleur ik in. En dan, kijk eens, allemaal mooie streepjes eromheen. Zo, dit moet namelijk een zon voorstellen. Ik pak nog even oranje erbij om het nog even iets mooier te maken. Zo, hier hebben we echt een hele mooie zon. En dan ben ik heel erg benieuwd of er nu ook dag is in Minecraft. En oh mijn god, het is gewoon gelukt. Oké, dit is echt heel erg chill. Alleen wat niet zo chill is, is dat ik nog steeds niet op maximale hoogte ben. En de bomen beginnen gewoon te verdwijnen. En sterker nog, ik ben op dit moment op maximale hoogte in Minecraft. Alleen, nu moet ik dus ook weer naar beneden, want ik moet springen. Alleen, ik heb niet zo'n zin om dood te gaan, want dan ben ik al mijn spullen weer kwijt. Dus ik heb daar een ideetje voor. Want ik wil namelijk een Elytra gaan maken, want die kan ik perfect gebruiken om naar beneden te springen. Elytra heeft in het midden dit. En dan moet ik een soort van vleugel en dan, hoppakee. Aan de andere kant, nee, precies hetzelfde. Hoppakee. Nog eventjes opnieuw. Bam. Ik kan niet zo goed tekenen. Ik vind het wel mooi. En dan de binnenkant, die vul ik natuurlijk eventjes met lichtgrijs. En dan als je heel goed oplet, een Elytra heeft altijd een beetje iets paarsigs. Dus dat ga ik ook maar even doen, zodat Minecraft zeker weet dat het een Elytra is. Oké, ik zeg je eerlijk, het lijkt niet helemaal op een Elytra, maar ik denk dat Minecraft het wel snapt. Ik ga even in mijn inventory kijken en... Elytra. Dat betekent dat ik gewoon naar beneden kan springen en gewoon eventjes rustig kan vliegen. Let's go. En trouwens, ik kon ook gewoon in het water landen. Blup. Dit is helemaal top. En dat betekent dat het tijd is voor de derde challenge. En dat is versla de Ender Dragon. Oeh. Daarvoor heb ik eerst natuurlijk een aantal dingetjes nodig. Ik wil namelijk een bow hebben. Een hele goede. Om natuurlijk de Ender Crystals te slopen. En ik heb een heel goed zwaard nodig. Dus laat ik maar beginnen met het zwaard. We pakken bruin. Want dit is namelijk de steel van het zwaard. Zo. Hoppakee. Zo. Dit is perfect. Iets rechter natuurlijk. Zo. Oké, en dan wil ik een netherite zwaard. Dus pakken we een beetje donker grijs paarsigachtige bij. En dan moet hier een soort van driehoekje komen. Zo. Oké, kijk. Dit begint ergens op te lijken. En dan komt hier de steel met 2 punten. Kijk, en dan hier weer. Nee, dit is niet goed. Zo.
Punt, punt. Zo. Punt, punt. Hoppakee. Kijk, dit is wat ik bedoel. En dan pak ik eventjes iets lichtere kleur erbij. En ik wil natuurlijk geen stenen zwaard hebben. Het moet wel goed duidelijk zijn dat ik netherite wil. En dan zetten we hier vervolgens zo'n punt op. Zo, van het zwaard. Ik denk dat het wel een beetje op netherite lijkt. Alleen ik wil natuurlijk wel een enchanted zwaard. Dus we pakken even dit erbij. En dan even wat dunner. En dan... dit lijkt toch best wel op een enchanted netherite zwaard. Ik vind van wel. Maar ik heb natuurlijk ook een bow nodig. Dus laat ik die bow maar even gaan maken. En dat is natuurlijk heel makkelijk. Dat is, kijk, zo dit. Met daartussen een wit lijntje. Alleen, ik doe even grijs, want dat is makkelijker. En eens even kijken. Ik heb ook een arrow nodig. Dus dan doe je hier een stok met een punt erop en wat veertjes. Hoppakee. En ook deze bow wil ik natuurlijk enchanted hebben. Hoppakee. Ik heb het een beetje snel gedaan, dus hopelijk gaat het werken. Ik zit weer in Minecraft en ik ga op mijn inventory klikken. Oh, ho, ho, ho. Ja, 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 ja. Infinity en Unbreaking. Oké, het is niet heel goed, maar wel Infinity. En kom op. Netherite zwaard met Sharpness 5 en Unbreaking. Oké, ik denk dat ik nu wel klaar voor ben om de Ender Dragon te verslaan. Alleen, oh ja. Eén probleempje. Ik heb nog geen Ender Portal. Kan ik die ook tekenen? Ik hoop het wel. Oké, laat ik het maar gewoon proberen. Wat ik sowieso nodig heb is in het midden een zwart vierkant. Zo. Die gaan we dan ook vullen. En daar moeten dus allemaal sterretjes in komen. Want ik wil natuurlijk wel een portal die al aanstaat. Kijk, zo. Hoppakee, mooie sterretjes. En dan nu de blokken eromheen. Oké, we beginnen met hier dit groene. Zo, wat mooie blokjes. In totaal 3 blokken. Hoppakee. Hier natuurlijk hetzelfde. En dan ook 3 blokken. Dus 1, 2, 3. En hier. En hier natuurlijk ook. Ik doe het wel een beetje snel, want ik wil de Ender Dragon verslaan. Zo, 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 zo. Oké. Dan ga ik deze allemaal even vullen met deze mooie kleur. Hoppakee. En dan moet ik er natuurlijk nog Ender Pearls in zetten. Dus, kijk. Dit zijn de Ender Pearls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En natuurlijk 10. 11 en 12. En daar zit dan vervolgens een soort van oogje in op deze manier. Oké, dit is denk ik echt de lelijkste enderportal die je ooit hebt gezien. Alleen ik denk dat Minecraft het wel duidelijk genoeg vindt dat dit daadwerkelijk een enderportal is. Alleen moet ik nog één ding doen. Hier moet ik nog even een soort van randje omheen doen. Anders lijkt het niet echt op een enderportal. Oké, dit is denk ik echt de lelijkste enderportal die je ooit hebt gezien. Maar weet je wat? Ik vind hem wel goedgekeurd. En Minecraft blijkbaar ook, want hier achter mij staat namelijk de Ender Portal. Nou, oké, ik ga naar de Ender Dragon. Doei! Oké, ik spawn op best wel een fijne plek. Ik heb de goede wapens. Ik heb goed eten, dus dat moet denk ik wel lukken. Ik neem gewoon even een golden apple, want weet je wat? Waarom niet? En laat ik maar beginnen met eventjes al die end crystals slopen. Kijk, zo met mijn bow kan ik dat gelukkig heel makkelijk doen. Later! Alle end crystals zijn kapot op eentje na. Die zit daar helemaal boven. En die is nu ook kapot. Let's go! Oké, Ender Dragon, kom maar naar mij toe. Dan ga ik je echt keihard afmaken. Nee, kan ik dit terugslaan? Nee. Oké, en aangezien ik toch moet wachten tot de Ender Dragon hier beneden komt. Ik ga even een bed tekenen. Want met een bed kan je de Ender Dragon volgens mij heel makkelijk killen. Dus we beginnen met hier een pootje van een bed. Zo. Dan dit gedeelte. En dan komt hier nog een poot als het goed is. Dan hebben we dit gedeelte zo. En dan komt hier nog een poot van het bed. Dan komt hier zo. Komt het bovenste gedeelte van het bed. Het is niet helemaal recht, maar maakt niet uit. Dus kijk, dit donker. En dan, ik wil natuurlijk wel een rood bed. Dus kijk. Zo, 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 zo. Pakken we even donkerrood erbij voor deze kantjes. En dan het felle rood voor dit kantje. En het bed is gemaakt. Hij is misschien wel lelijk, maar het lijkt wel op een bed, toch? En dan als ik het goed heb, moet ik dat bed hierop plaatsen. Zo. En als dan de Ender Dragon komt, dan ga ik slapen in dat bed. En de Ender Dragon is er al. Oh mijn god, hoe doe ik dit? Hoe doe ik dit? Geef me dat bed. Auw! Ik weet niet hoe ik dit doe. Ik ben Minecraft noob. Oké, ik zet het bed gewoon. Auw, nee! Auw, 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 auw. Auw, nee! Ik word weggehit. Ik word weggehit. Niet doodvallen. Niet doodvallen. Oh mijn god. Auw, 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 auw. Oké, misschien is dat idee van dat bed toch niet zo slim. Want ik ben noob in Minecraft. Wacht. Moet ik hem dan hier neerzetten of niet? Ik weet het niet. Weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. Oké, en de Ender Dragon komt naar beneden. Dit is top. En dan moet ik op dat bed staan. Zo. Wow! Oké, dit
Dit werkte heel goed. Kijk de HP van de Ender Dragon. En weet je wat, voor de rest ga ik hem nu gewoon lekker mappen. Trouwens, ik heb meer bedden nodig. Weet je wat ik gewoon doe? Ik heb hier namelijk nog dat bed staan en ik zet er gewoon 5 bij. Zo. Oké, en de Ender Dragon is er ook meteen. Oh, nee, niet doodvallen, niet doodvallen, niet doodvallen. Nee! Haha, ik ben zo noob. Zelfs als ik alles kan tekenen wat ik wil, ga ik nog dood. Maar dit was de video. Klik even hier of hier op een andere video van mij te zien. Want dan wil je zeker niet missen. Ze gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1...